Claudia van der Heiligenberg, jij bent afgelopen zomer verhuisd van Ajax naar Jena. Hoe loopt het daar allemaal? Hoe loopt het allemaal? Het is eventjes wennen. Belasting is een stuk hoger, fysiek is een stuk hoger. Nederland is denk ik qua voetbal, gezien ons team, iets verder wat ik gewend was met Ajax. Maar tot nu toe bevalt het eigenlijk goed. Ik moest wel in het begin echt wennen aan de belasting. Ik was veel moe, ik moest wel echt goed mijn rust pakken. Maar ik merk dat ik nu redelijk in het ritme kom. Helaas alleen vandaag door een lichte blessure niet kunnen spelen. Ja, maar je kwam ook al terug van blessure, hè? Naar mijn knie kwam ik terug, maar eigenlijk bij Jena gelijk met de groep mee kunnen doen. Eigenlijk vanaf begin af aan vol erbij geweest. Ook de hele voorbereiding gewoon mee kunnen doen. Ik geloof dat ik 1 wedstrijd eruit was, ook vanwege lichte blessure, geen risico's. En tot nu toe heb ik eigenlijk alles mee kunnen doen, alleen is het gewoon heel erg wennen. Ja. Vandaag is het een bekermatch hier in Keulen. Een ploeg die meestal in de beker heel goed wil doen, want de finale is hier ook. Jij zat op de bank, hoe heb je de wedstrijd gezien? Eigenlijk gezien de laatste wedstrijden hebben we goede stappen gemaakt, waren we beter in ons spel. En ik moet zeggen, vandaag viel dat een beetje tegen. Mm-hmm. Maar tweede helft kwamen we iets beter in en maakten we meer gebruik van de ruimtes die we kregen. En schieten we uiteindelijk toch 4 doelpunten erin. Ja. Dus ik denk dat dat een positief iets is. En een paar mooie goals, hè? Lucy scoorde een mooie goal, Iva Landeka scoort een mooie goal. Ja, klopt. Ze zaten er goed in. Op training zien we ze veel en in de wedstrijden eigenlijk minder. En het is goed om te zien dat ze er vandaag zo in gaan. Ja. Jullie volgende wedstrijd is Potsdam, denk ik, en dan Frankfurt. Hoe zie je dat? Want jullie hebben 7 punten toch al in die competitie. Ondanks het feit dat jullie zo weinig scoren, hè? 6-4 doelpunten. Ja, Potsdam is een beetje een tricky ploeg. Ik geloof dat ze wel een mindere periode doormaken nu, maar hebben alsnog veel kwaliteit. Zeker niet een ploeg die we kunnen onderschatten en ik verwacht ook wel die nog aardig wat punten gaan halen dit seizoen. Ja, ik denk dat de wedstrijden als Potsdam en Frankfurt, daar kunnen wij eigenlijk niks verliezen. We moeten gewoon vol aan de bak en tegen Bayern München is dat goed gelukt en hebben we daar nog 1-1 uitgesleept. Dus hopelijk kunnen we tegen Potsdam en Frankfurt ook wat doen. En dan tenslotte, Nederland organiseert in 2017 het EK. Volgend jaar ook al de voorronde Olympische Spelen, waarbij dat Nederland nog kan bij zijn. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Is daar nog een toekomst voor jou? Of hoop jij daar nog op? Klaar. Ja, ik hoop daar nog steeds op. Ik ben er de laatste 2 keer niet bij geweest. Dat valt natuurlijk wel zwaar. Zeker als je op de lijst van 23 speelsters staat om naar het WK te gaan en dan vervolgens eigenlijk niet meer opgeroepen wordt en geen kans meer krijgt. Mm-hmm. Dat is wel moeilijk, maar ik concentreer me momenteel op mijn spel hier en hoe het hier gaat. En ik moet zeggen dat ik de laatste wedstrijden tevreden ben met hoe het gegaan is. Dus ik blijf gewoon mijn ding doen en hopelijk vindt de bondscoach het genoeg een keer of niet. Wat ik zeg, ik focus me op hier en ik zou... De rest komt dan wel. Nou ja, ik zou blij zijn als ik er weer bij ben, klaar, ja. Oké, dankjewel. Veel succes in elk geval. Graag gedaan, dank je. Dank je.